we're doing. We zijn nu in Central Park. We hebben het hele stuk gelopen vanaf het hotel naar Central Park. En dat was best wel een long ass walk. We couldn't find a toilet. En waarom zoeken we naar het toilet? Het was echt nodig plassen. Er vonden we een bij McDonald's. Maar daar stonden 6 mensen in de rij en we were like, no thank you. 6 mensen, oké, iets meer. Maar nu zijn we dus in... En daarna konden we dus geen toilet vinden en toen hadden we al spijt. Central Park doet me heel erg denken aan Home Alone. Home Alone 2. Dat is een van onze favoriete films. We kijken het elk jaar sinds het bestaat. En we zoeken herkenningspunten. We gaan nu eventjes Central Park verkennen. Mijn voeten doen wel pijn, want we hebben echt veel gelopen. We moeten even een bankje vinden. Ja, we gaan even een bankje zoeken en even chillen. Mijn zusje moet even afstand houden, want dat doet ze niet. Ze eten tegen me aan of op mijn schoen of whatever. Zie je, kijk de hele tijd. Echt zo freaking annoying. Maar maakt niet uit. We zagen dus deze sketches hier. Toen dachten we, oh ja, dat is leuk. Dat ga ik ook doen. En nu zit ze daar. Niet weten dat hij gewoon helemaal iemand anders tekent. Heel grapje. Maar oké, eerlijk, het lijkt niet op haar. Hoewel hij heel mooi kan tekenen, lijkt het niet echt op haar. Dus ik ben benieuwd wat het eindresultaat gaat worden. Heel benieuwd. Lijkt niet op mij, hè, zeg ik. Nope. Nee, echt? Ja. Het lijkt niet op mij? Nope. Oké, nou, hij is bijna klaar. Maar lijkt het wel op die andere tekeningen? Nee. Het komt niet heel dichtbij, nee. Niet eens een beetje. En er worden gebouwen bij getekend. Die er niet zijn, of wel? Die er niet zijn. Wat helemaal niet geeft, want het kan heel mooi zijn. Maar ik twijfel nu wel een beetje aan de echtheid van die schilderij daar. Want volgens mij heeft hij die gewoon van het internet. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat is een grapje. Maar dit lijkt gewoon niet echt, hè? Ik weet niet of jullie vinden van wel. Ik ben bang voor het resultaat. Maar het lijkt een beetje op iemand anders. Ja? Hij zet nog even zijn handtekening erbij. Oké. Ik durf niet te kijken. Nou, lijkt het op jou? It doesn't look like me. Lijkt het op jou? Nee. Nee, lijkt het niet op jou? Nee. Wanneer? Lijkt het op mij? Check die foto van Berlin voor mij, check die foto van mij. Wie is dit? Sta. Hij doet hem even in een lijstje. Moet ik het meenemen? Ik weet niet zo goed wat je nu moet doen. Je krijgt het in een lijstje. Het wordt even heel mooi geframed, ingelijst. En nu zit hij vast. En nu gaat hij in de woonkamer aan de muur. Ja. Boven mijn schoorsteen? Ja, boven de schoorsteen. Want dit is gewoon echt fantastisch. Schitterend. Nu moet ik met het ding gaan lopen. Ja, ik zou hem gewoon onder je oksel steken. Van de andere kant naar binnen. Zodat niemand het ziet, maar ja. Die vond ik echt helemaal in van Marilyn Monroe. Vond ik echt wel mooi, hè? Maar ik denk gewoon dat deze guy het niet zelf heeft getekend. Ik geloof gewoon niet dat hij dat heeft getekend. Laat het gewoon nog even zien. Leg me uit wie dit is. Leg me uit wie dit is. Wie is dit? Het is gewoon, ja. Yeah. You live and you learn. We rollen hem gewoon uit. En dan gebruiken we het als placement. Ja, bijvoorbeeld. Dat mag je eigenlijk helemaal niet zeggen, want hij heeft wel echt zijn best gedaan. Hij heeft echt zijn best gedaan, maar sorry, hij ging heel goed bij de ogen. Maar toen hij bij die mond kwam, dacht ik echt, wie is dat? Kijk je? Ja, snap je? Wie is dit? Zie jij iemand die ik niet zie? Ik dacht ook van, oké, nou ja, ik kon natuurlijk niks zien, maar ik zag jouw reactie. En toen dacht ik al van, oké, wacht even, dat klopt niet, want je keek echt zo van, wacht even, dit is shady as fuck. Nou, wel dat shady, dus, jij toch? Ja, maar ik ken jouw look. Dus ik dacht, dit is niet goed, want ik zag al aan haar reactie van, ja, weet je, dat is gewoon niet goed. Nee. Kijk, als zij iets leuk vindt, dan merk ik het gewoon aan haar, weet je. Dat begon goed, bij de ogen ging het goed, en toen dacht ik, oké. Ja, maar, oké, prima. Ja, maar toen ging jij verder en toen dacht ik... Ik zag haar heel... Meneer, wie tekent u? Ja, en toen liep er nog iemand voorbij en die zei van... Oh, really looks like her. En toen zei ik, meneer, lieg niet, het lijkt niet. Maar dat was Amerikaan, dus hij wist niet wat ik zei. Maar ik zei, meneer, lieg niet, het lijkt niet, lieg niet. Want dat ik gewoon geen aardige dingen zei. Maar je kan moeilijk liegen en zeggen, oh, dat lijkt echt precies op mij. Misschien heeft hij het opgefokt door jou. Echt niet, want hij ging goed aan die mond. Hij had je gezicht al gedaan en toen ging jij tandenlang bezig met je haar. Meneer, ik weet dat ik mijn haar moet wassen, weet je. Kijk, ik weet dat ik mijn haar moet wassen. Maar wij zijn al wel weer zo
beschaafd en aardig om te zeggen, oké, okay, I'm just gonna give you your money. Ja, je hebt daar wel een kwartier gezeten. Ja, veel te andere lang mensen, in mijn beleving. Maar andere mensen zouden zeggen, nou sorry, lijkt niet, bedankt, dag. Wat gaat hij doen? Als hij dan gaat zeggen, ik heb deze mevrouw getekend, lijkt het toch niet. Precies, dus ja, weet je. Het was this ma'am, sir. This does not look like anything like this woman. I think you're lying. So, yeah. So what? Oh, Jesus! That's a snake! What? No! Yeah, thank you, but no! Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar het is gewoon geen grapje. Het is gewoon echt een slag. En deze man zegt gewoon leuk, I'm the owner, en dat hij mijn bril leuk vindt. Meneer! 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 We zijn nog steeds in Central Park. Het is hartstikke gezellig hier. Super druk. En weet je wat ik me zit te bedenken? Ik moet straks met dit ding... Moet ik dus 30 kilometer terug lopen. 40.000 kilometer terug gaan lopen. Waar ik dus absoluut geen zin in heb. Maar ja, weet je, ik kan het ook niet weggooien. Het is een beetje zonde, want hij is wel een artist, weet je. Het is eigenlijk wel een artist en dat moet je waarderen, toch? Oh. Schitterend. Prachtig. Echt mooi in. Meneer, speel Romeo Santos. Oh, mijn zusje kwijt. Like what? Like the woman on the street. She just walked and take a picture. Oh my god, it's a snake! No, thank you, sir. Ik heb het een beetje gehad hier. We gaan zo naar Krispy Kreme's. Daar verheug ik me eigenlijk op. Om naar Krispy Kreme's te gaan. En donuts te eten. Daar ben ik wel aan toe. We lopen nu naar Madison Square Garden. Of tenminste daar binnen. Want we zijn op zoek naar Krispy Kreme's. This fat kid wants some Krispy Kreme's. Dus ik zie geen Krispy Kreme's. Oh wacht, misschien daar binnen ergens. Ja. Laters. Dag. Dag.